Hoeveel dieren heeft u eigenlijk? 7 paarden, 6 varkens, een bok, 523 katten, 2 ganzen, 4 eenden, 7 duiven, een stuk of 150 vissen, kippen, hanen, 2 leguanen, 3 slangen. Volgens mij was dat het. En ze hebben 1 ding gemeen. Ze produceren allemaal stront. Veel mensen zetten zich in voor de dieren. Maar voor Norma Miedema uit het Friese Verwert is het een levenswijze. Haar afgelegen boerderijtje is een veilig heenkomen voor tientallen verwaarloosde en afgedankte dieren. Dankzij haar bijzondere gaven verdient ze de kost met het temmen van probleempaarden. En hoe komen al die dieren hier verzeld? Sommige worden gebracht. Sommige worden ook gewoon gedumpt. En ja, de paarden zijn eigenlijk overblijfselen van wat ik tegenkom. Of alleen nog maar naar de slag kan. Dat blijft dan hier. Als het eenmaal het hek binnen is, dan gaat het niet meer weg. Nee. Dan kan ik er ook niet meer afstand van doen, hoor. Dan hou ik er gewoon veel te veel van. Die rode handen, hè? Waar komen die eigenlijk vandaan? Monique en ik waren, mijn tweelingzus en ik waren vroeger de bende van de zwarte hand. Ook met paden, we waren altijd buiten op de paden. Nou, toen is het hier de rode hand geworden, omdat ik er zo hard voor moet werken. Mijn bloed, zweet en tranen is dus gewoon de rode hand geworden. Indianen deden dat ook, hè? Hun paden. En dan mooi maken, niet brandmerken, mooi maken. Om aan te geven dat we één kudde zijn. Heeft u ook een lievelingsdier? Ja, allemaal. Ik kan niet zeggen van die wel of die niet. En Noria, die hele grote bruine, dat is natuurlijk, daar heb ik nachten bij geslapen toen hij hier kwam. En om hem gezond te krijgen. Maar dan gaat u echt bij ze slapen? Ja, ik heb een speciaal dekbed voor in de stal. Dat kan je uitkoken en zo. En dan slaap ik echt bij ze, ja. Daarom komt mijn truis een stuk, want die heeft Noria toen helemaal een stuk getrokken om me wakker te maken. Ja, we gaan naar buiten. Hop. Ze komen heel dichtbij, hè, die dieren. Ja. En ja, alle honden slapen bij mijn bed. Ook onder de dekens. Is het eigenlijk een soort gezin? Ja, dit is mijn gezin. Het hoort allemaal bij elkaar. Maar uiteindelijk leven tussen de dieren. Ja? Ja. Mijn wereld, Norma's wereld hier. Mijn dierenwereld. Dus, het is ontzettend inspirerend. Ja, het meeste van mijn werk is dat ontstaat over hoe ik ben. En zo ben ik. Dit is wat ik ben. Want je bent ook kunstenares? Ja. Ik schilder, ik beeldhouw, ik maak dingen van beton, van alles. Wat is dat met u, dat al die dieren blijkbaar zo graag bij u in de buurt willen zijn? Ja, als klein meisje hadden we altijd in de stal, en toen hadden we ook paarden, hadden we in de stal ook een aparte opvang voor 's winters. Alle, nou ja, eenden, watervogels en dieren in nood. En altijd buiten, altijd bij de natuur. U bent kunstenares ook? Ja. Is dat dan wel genoeg om van te leven en om al deze dieren ook van te laten leven? Soms is het zwaar inderdaad. Maar ik kan er dus samen met het werk wat ik met paarden doe, kan ik er inderdaad van leven. Het werk wat u met paarden doet? Ja, het betherapeutiseren van moeilijke paarden of het gewoon beleren van jonge dieren, voornamelijk hengsten. Hey! Hey! Goedendag! Daar was je al. Daar was ik al. Hoi! Nou, de patiënt die staat in de derde box. Oké. Hij is vertrouwen aan ons al kwijt zeker of zo, ik weet het niet. Nou. Maar ja, jij hebt het wel
vaker hier opgeknapt, dus ik denk, bel maar even. Ja, nou. Perfect. Ja? Dan gaan we even kennis maken. Ja. Het is een beetje een dominante man. Ja, hier dan niet. Nou, in de bak. Hij is absoluut verschrikkelijk dominant. Hij is een vorige baas, absoluut de baas geweest, zeg maar. Alleen, hij is er een beetje te bang voor. Te bang om de baas te zijn? Te bang om de baas te zijn, maar ook te bang om niet de baas te zijn. Super! Goed zo. Ze zat er net al op. Ja, ja, alles wat ik gedacht had, maar dat niet. Daarom was ik ook zo vleug in de bak, want ik denk ze vliegt er zo weer af. Maar dat viel gelukkig mee. Had u dat niet verwacht? Nee, eerlijk niet. Nee, nee. Nou, je hebt weer een kerel veroverd, hè? Ja, dus. Alleen met echte mannen lukt dat maar niet. Eigenlijk kan ik het in één zin omschrijven wat ik doe. Ik leer ze een vriend te zijn om een vriend te hebben.